Hey, en welkom bij een gloednieuwe video. En in deze specifieke video ga ik je al mijn 7-figure scaling tactics uitleggen. Dit is een agressieve methode. Nou, wat bedoel ik hier nou precies mee? Hier schalen we gewoon veel harder dan dat je normaal zou doen. Zie je ook sneller resultaat, maar het risico is natuurlijk ook wat hoger. Nou, we testen veel van onze adset met 5 euro budget. Zodra je deze ziet van een ROAS van 2 of hoger, dupliceer je deze naar 25, daarna naar 50 en daarna naar 100, elke 48 uur. Dan ga ik even kort mijn manual bidding strategie voor je doornemen. Die zet je op lowest cost, zet de bid cap op 2 keer cost per purchase. Het budget zet die onder. Gebruik een 1k euro budget, dus 1000 euro per dag. Als dit winstgevend is, bewerk het budget. 1 keer per dag zet je dat omhoog, om 000, aan het eind van de dag dus. Van 1000 naar 2500, van 5000 naar 8000, naar 15.000. Dit zijn hele grote bedragen waar je uiteindelijk mee speelt. En je moet er zeker van zijn dat je dit aan kan en dat je product goed genoeg is. Zet het op one day click. Nou, 20 tot 40 van dit procent wordt gespend op manual bidding. Laat het lopen voor 24 uur om winstgevende ROAS te gaan vinden. Als het geld gaat bloeden, dus dat je daadwerkelijk heel veel kwijt bent, stop dan met manual bidding en ga door met je AB adsets testen totdat je op een later moment meer data hebt. Oké, dan hebben we onze lookalike shortcut methode. Een PPE campagne en onze lookalikes. Je hebt op 50 tot 100 euro zet je je PPE campagne aan. 50k tot 200k views zet je je create video lookalike audience aan. Daar doe je 1 tot 10% basic in en 1 tot 10% advanced. 5 tot 25 budget op elke. Test 3 dagen om consistentie te zien. Zoals je weet hebben we dan altijd onze 3 dagen regel op 5 euro. Op 25 is dat iets, bereiken dat simpelweg sneller. Dus hou daar simpelweg ook rekening mee bij het analyseren. Nou, dan hebben we onze 20% bewerkmethode en ik ben hier ontzettend fan van, want dit werkt supergoed. Ja, je hebt natuurlijk startbudget van 5 euro. Als die ROAS 2 hit of hoger na 24 uur, bewerk je het budget met 20%. Dit raad ik aan elke 48 uur te doen, van 5 naar 6, 6 naar 57. Je wil eigenlijk doorgaan met deze methode van 20% omhoog, totdat je een flinke drop ziet in ROAS. En dan ga je slow cooken. Dus dan hou je het even hetzelfde, kijken of het later weer terugkomt. Oké. Dan hebben we nog onze fundamentele methode. Zodra je 25 tot 50 sales pakt met je interessecampagne, begin je met het volgende. Custom retargeting laten lopen op elke variant van custom audience. View content, add to cart, initiate checkout en alle video viewers. Hier weer precies hetzelfde. Een ROAS van 2 of hoger, dupliceer 5 keer in dezelfde campagne om te zien of ROAS consistent blijft. Deze specifieke methode voor retargeting zet je op 50 euro per dag. En hier ook weer, als je winnende adset weer een winnende krijgt, met meer dan ROAS 2, dan ga je van 5 naar 25, naar 50, naar 100, naar 200, naar 400, naar 800. Doe je allemaal in dezelfde campagne. Nou, stel je voor dat 800 nog steeds je ROAS aanhoudt, wat natuurlijk fantastisch zou zijn, dan maak je echt heel veel geld. Kan je hem op 5k manual bidding budget comment zetten. 1,5 keer je cost per purchase op BidCap. Oké, dan zijn we alweer bijna aangekomen bij de laatste. En dat is de big budget methode. Hierin test je alle adsets op 50. Ja, dat is wel wat heavier, maar je killt al deze verliesgevende adsets op dag 1. Als je KPI's heel hard ondergemiddeld zijn na 24 uur. Dus verliesgevend plus gewoon hele hoge kost per klik, hele hoge CTR, hele hoge CPM. Hier weer precies hetzelfde. ROAS van 2 of hoger, dupliceer tot nieuwe campagne. 100, 150, 250, 500, elke 48 uur. Ja, je schaalt die gewoon heel agressief, maar je resultaten kunnen hierin dan ook echt geweldig zijn. Dan hebben we nog de elite scaling methode. En hier maak je eigenlijk custom retargeting audience, zoals we eerder hebben besproken. 3 seconden video viewers, 10 seconden, 25%, 50, 75, 95% viewer, pixel, view content, pixel, add to cart pixel, order export list, email export list en bezoekers, oftewel visitors. Daar maak je eigenlijk 1 tot 5% individuele normale lookalikes van. En advanced options. 5 tot 6%, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Die run je allemaal op een budget van 5 euro. Dan heb je een campagne voor de originele audience voor retargeting en een campagne met al je lookalikes.
Oké, dit was alweer de gehele video over 7-figure scaling techniques. Hoe je eigenlijk naar 7 figures per jaar kan schalen. En dat doen we ook door middel van deze methode. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond. En ik ben benieuwd naar je resultaten met de specifieke methodes die we vandaag hierin hebben besproken. Ik zie je graag terug in de volgende video.